Hallo. Is dit het klachtenbureau? Jazeker. Mooi. Want wij zijn Ton en Liesbeth. Uit Hendrik Ido Ambacht. En wij hadden een klacht. Een klacht over dat boek? Nee, over alle boeken op de hele wereld. Ah, jullie zijn echte lezers. Nee, in principe lazen wij nooit een boek. Wij maken in ons eigen leven al genoeg ellende mee. Maar toen kreeg Liesbeth slaapproblemen. En toen zei de dokter, misschien moet u haar eens proberen in slaap te krijgen met voorlezen. Dus Ton kocht een boek. Niet te dun, dat is zonde van je geld. Niet te dik, dat is zonde van je tijd. Dus ik haar die avond voorlezen over een jongetje met een hond. Ik zeg, ho Ton, wat voor jongetje en wat voor een hond? Ik zeg, dat staat er niet bij, Liesbeth. Je moet je eigen fantasie gebruiken. Dus ik fantaseer een blond jongetje met een bouvier. Volgende avond, ik haar weer voorlezen. Dat jongetje gaat met zijn hond naar het park. Wat voor een park, vraag ik. En wat voor seizoen is het? En Ton zegt... Staat er weer niet bij, Liesbeth. Je moet je fantasie gebruiken. Ah, ja. Maar wat voor jongen had ik gisteren ook alweer gefantaseerd? Ik zeg, dat weet ik niet, Liesbeth. Dat moet je zelf onthouden. Dus ik vanaf toen elke nacht na het voorlezen... alles wat ik gefantaseerd had bijhouden, opschrijven, tekeningen maken. Ze was er zo druk mee, ze sliep nu helemaal niet meer. Toen werd die hond in hoofdstuk 9 overreden door een bestelbus. Nou, ik was 6 weken overstuur omdat ik het precies voor me zag. Werd er van dit boek een film gemaakt. Dus bijna die film. Zag alles er totaal anders uit. Was het een donker jongetje met een tackel die werd overreden door een verhuiswagen. Dus toen heb ik die schrijver gebeld. Ik zeg, wie heeft er nou gelijk? Zegt de schrijver, iedereen mag het fantaseren zoals hij wil. Ik zeg, ja, lekker makkelijk. Mijn vrouw heeft al slapeloze nacht omdat ze jouw werk zit te doen. En ik zeg, wel zielig dat die hond wordt overreden. Zegt hij, dat heb ik maar verzonnen. Terwijl ik wekenlang jankend in bed lag. Blijkt dat heel veel boeken gewoon verzonnen zijn. En dat je altijd je fantasie moet gebruiken. Dus wij eisen een schadevergoeding. En aan wat voor schadevergoeding zat u te denken? Dat iemand een boek schrijft over ons leven. Zodat wij niets meer hoeven te fantaseren en zeker weten dat alles klopt. Ik geef even voor u bellen. Hé, Har, ik heb hier 2 mensen met een klacht over boeken. Veel eigen fantasie en zelf verzonnen. Een boek over hun leven. Ja. Ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, oké. En bedankt, Har. Nee, we kunnen niets voor u doen. Goh, wat stelt u ons ontzettend teleur. Niet eens een klein verhaaltje over ons in een schoolkrant? Kom, Liesbeth. Vanaf nu lezen wij alleen nog maar het woordenboek. Dan weten wij zeker dat alles klopt. Wij gaan de rest van ons leven nooit meer onze eigen fantasie gebruiken. Dat zal ze leren.